Voor substanties op plantaardige basis dient een moedertinctuur te worden aangemaakt om de actieve bestanddelen aan de plant te kunnen onttrekken. Dit fytochemisch extractieproces wordt algemeen gebruikt in de farmaceutische industrie. Na de versnijding worden de planten geweekt in een mengeling van water en alcohol in roestvrij stalen vaten. Het water dat bij dit proces wordt gebruikt, wordt door middel van biosmose gezuiverd. De vochtigheidsgraad van de plant bepaalt de precieze hoeveelheden water en alcohol die dienen te worden gebruikt. Dit vochtgehalte wordt bepaald bij weging op de infraroodweegschaal. Het alcoholgehalte hangt af van de stam en varieert gewoonlijk tussen 45 en 65 procent. De weektijd duurt tussen de 15 en de 21 dagen. Hierop volgt de persing van de moedertincturen met behulp van hydraulische persen, met daarna de filtratie door een gespecialiseerde filter. De persing van het sap laat toe om het groene afval, genaamd de taart, van de toekomstige moedertinctuur te scheiden. De taarten worden verzameld en gecomposteerd. De oplossing zelf wordt gefilterd om alle deeltjes groter dan 1 micron te verwijderen. Voor bepaalde producten wordt de filtratie verfijnd tot 0,45 micron. De productiecontrole van een moedertinctuur wordt gevoerd aan de hand van het alcoholgehalte, de bepaling van het droge residu en de identificatie van de karakteristieke bestanddelen door middel van dunne laagkrom.